Succes met de video's. Ik ben groot fan. Liefst. Auw! Lachen, jongen. Vooral omdat ik voor de eerste keer mijn leven raak gooi. Dat is precies wat ik wou zeggen. Dat is nog nooit gelukt. Hallo! Hallo! Lieve mensen. Welkom bij de allerslechtste brievenrubriek van Nederland. Yay. Wij filmen vandaag met de nieuwe Nokia 8, want die heeft een dubbele camerafunctie. Je kan dus zowel de voor- en de achtercamera aanzetten. En dat zie je nu, want Max zit zeg maar daar. Ik zie, wat? Waar ben ik? Daar ben jij. Oh, maar ik ben hier. Jongens, het is allemaal leugens. Zie je wel? En wij vonden dat wel een grappig idee om daar de brievenrubriek mee te doen. Nu hopen dat ook zo blijkt. Laten we beginnen, Max. Wij hebben een hele stapel brieven. Ik voel mij hier een soort grootvader van Boef, want ik vouw papier. Ik vouw papier! Ik kom niet zeggen dat je meer vouwt. Ik kom echt wel zeggen dat ik meer vouw. Maar 55 is een vaste prijs. 55 is mijn vaste prijs! Maar we moeten even een brief van de week kiezen. Oeh. Ik heb hier twee kandidaten, volgens mij. Oké, links of rechts? Die kant. Dan hebben wij hier... De brief van de week. Hey. Schitterend. Exciting. Party. Alles is zorgen. Die is voor jou. Alsjeblieft. Dank u. Wauw. Dat ziet er heftig uit. Iemand heeft een kunstwerk hiervan gemaakt. Wow. Jezus. Wow. Dit is dus wat er met papa's cd's gebeurt als je even niet op hebt. Maar echt, je moet dit echt even goed zien. Ik ga dit even bekijken. Ja. Het is echt insane. Ik heb een Pringles logo nagetekend. Ja! Zie, jij noemt die kat zo vaak Poekie dat iedereen denkt dat Gollum Poekie heet. De kat heet Gollum. Waarom? Hier is onze kat. Hier is Gollum uit Lord of the Rings. Doe de math. Oké, daar komt hij dan, hè? Ja, ga je koffie drinken en lees tegelijk? Ja. Oké. Okay. Nou, tot volgende week. Max, dit gebeurt er als is mijn favoriete YouTube-kanaal uit Nederland. Let op, Nederland. Oké, toetsen. Oké. De video's zijn erg leuk en stiekem ook wel interessant. Stiekem, hè? Om Max kan ik erg lachen. Ja, echt. Ja, echt ook. Ik word een beetje de Nickelback van YouTube. Ja! Zo'n guilty pleasure. Dat vind ik. Ik heb nu vakantie, dat verklaart dit. Ongeveer een week of 9. Dus mooie tijd om een cursusje gegrilde groenten zeggen zoals Marije te volgen. Ook vroeg ik me af of jullie nog leuke series op Netflix of naast dit gebeurt er als leuke YouTube kanalen weten om te kijken. Alle kaasvlees, Pringles en pizza's toegewenst. Oh ja, en Tony's. En groeten uit. Nou, daar komt ie hoor. Laorne. Is dat in Nederland? Oh, is dat sowieso groen? Groen? Laren, goed. Laren, Gelderland. Oh, topografie is niet bestrijd. Of cultuur. Echt, de lat wordt iedere keer maar weer hoog. Ja, echt. Dat is een Illuminati. Ik zou geen brief meer durven opsturen. Nee. Femke, bedankt. Ja, top. Volgende. Wat is er nemen? We hebben hier, een Lion King referentie. Ik ga mijn best doen om hier een waardige performance aan te geven van wat ik denk dat de intentie van is. Want als ik er gewoon op blijf, slaat het nergens op. Ben je er klaar voor? Ik ben er. Lasagne! Bij mijn pizza brand! Wauw, ik schrok. www.foodtof.com. Zo. Gewoon nou. Keihard. Ik vind het klaar hier. Yeah. Oké, Foodtof. Oké. Prima. Advertising, right. Ze weten gewoon, deze mensen gaan pas kijken naar brieven terwijl ze aan het opnemen zijn. Is goed gedaan. Beste pizza liefhebbende Marije en Max. Hebben jullie de voorkant van de kaart goed bekeken? Want deze hebben wij namelijk zelf geïllustreerd. Wij, Manouk en Leona, maken illustraties gerelateerd aan eten en gecombineerd met een flinke dosis humor. Omdat we het internet willen opvrolijken met leuke plaatjes, want de wereld heeft meer humor nodig. Vind je niet? Ah, helemaal mee eens. En volgens ons zijn jullie ook gerelateerd aan eten en gecombineerd met een flinke dosis humor.
Dus we besloten jullie een brief te schrijven, of ja, te typen. Het merk dat we aan het opzetten zijn heet Foodtof en je kan ons vinden op Instagram, @foodtof. En we hebben een website, www.foodtof.com. Onze vraag is dan ook, willen jullie tijdens de video eens kijken naar onze illustraties op Instagram? Nou. Ja, want het is nog niet genoeg zo, hè? We zouden het fantastisch vinden om jullie reactie live op video te zien. Dat snap ik. Dit is schaamteloze zelfpromotie, maar we dachten dat we dat ook wel maken in de slechtste brievenrubriek van Nederland. Oh, en laat ook even weten wat naast kaas, vlees en pizza jullie lievelingseten is. Dan kunnen we binnenkort een Max en Marije post maken. Dikke smakker van Team Foodtof. Pizza, kaasvlees. Hallo, chocola natuurlijk. Pizza met kaasvlees. Nou, eigenlijk is een pizza... Chocoladepizza. Pizza quattro formaggi is sowieso een beetje... Ik vind het vegetariër vind ik allemaal moeilijk, maar dan is dat een beetje mijn leven geworden. Ja. Quattro formaggi is mijn leven geworden. Ik vind het een goede brief en well played, Foodtof. Well played. We hebben er nog een paar. Wil jij een brief kiezen? Ja. Ja? Hier is er één. Hey! Daar is er één. Oké, pak ze. Tijd voor de lifehack. Oh, ik ging hier een keer, hè? Ja. Oh, hou deze van. Jij hebt er eentje. Nou, ik doe me nu iets beter dat ik eerst mijn mond bij heb. Smerig ertussen zitten. Er eentje is drop, denk ik. Eentje is mango. En eentje is misschien wel gewoon een dode kever. Godverdamme. Eww. We hebben een hele simpele deze week. Ik gebruik hem altijd, dus hij werkt. Maakt niet uit hoeveel je gezopen hebt. Zorg er altijd voor dat je voordat je gaat slapen even twee hele grote glazen water wegtikt. Volgende dag nergens last van. Werkt altijd. Dude, dat is toch geen life hack? En dat weet toch iedereen? Dat is toch niet nieuw? Dat leer ik op de basisschool. Wat voor les kreeg je op de basisschool? Echt? Jongens, vandaag gaan we het hebben over zuipen. Ik doe het pas een paar jaar. Werkt fantastisch. Tot zover de lifehack. Terug naar jou, Marije. Precies. Terug naar de studio. Lifehack! Oké, nieuwe brief. Oh! Lieve Max en Marije, ik kijk met heel veel plezier naar jullie filmpjes. Zelfs op sommige dagen maken jullie mij aan het lachen. Yay! Wat vind je een goede en slechte eigenschap aan jezelf en wat bij de ander? Nu wij toch lekker met vragen bezig zijn, gooi ik er nog een lekkere, fijne levensvraag doorheen. Wat zou je nou echt nog willen bereiken in je leven en wat willen jullie samen bereiken? Ik hoop op meer leuke video's van jullie samen. Ik ben wel voorstander voor een video waarin jullie een paar dagen leven op kaas en vlees. Ik ben daar ook voorstander van. Hashtag Team Kaasplay, lieve groetjes, Daphne. PS, ik vind jullie wel een stel voor het opvoeden van een babygeitje. Deze Daphne, die kent mij gewoon. Hé, hey, weet je, al die vragen, ja. Doe mij iets beseffen. Oh, oké. Okay. Ja, hier komt het moment. Al die vragen doen mij beseffen dat wij van alle brieven hiervoor deze week nog geen vraag beantwoord hebben. Oh ja. Oepsie. Goede en slechte eigenschappen van jezelf en van elkaar, dat hebben we al beantwoord. Ja, precies. Dus klaar. Beter op moeten letten, Daphne. Ja, jammer. Wat zou je nog echt willen bereiken in je leven, Max? Ik wil heel graag een gouden play. Dat lijkt me echt wel tof. En iedere dag schone lakens. Nou, mag je wel wat harder gaan werken. Ja, dat is het wel voor mij. Wat heb jij nog dingen? Wat wil jij bereiken? Ik wil bereiken de top. Ga jij dan met mij mee? We kunnen niet iedere video little kleine referenties blijven maken. Dat gaat niet. Ik heb deze week 70.000 abonnees bereikt. Dus ik ben eigenlijk wel klaar. Ik denk ook dat dit de laatste vriendenfabriek was. Wat, weet je, pack it up. Drop. Pack it up, we're done. Ja, we doen nog één briefje. Oké. En dat is deze schitterende kaart. 2 oktober 2017. Het begint als een soort Sinterklaasgedicht. Deze komt uit Nieuw-Zeeland. Wow! Dit is onze eerste internationale brievenrubriek inzending. Hoi Marije en Max. Ik ben momenteel voor een jaar aan het rondreizen en werken in Nieuw-Zeeland. Ik vroeg mij af hoe het voor jullie was om terug naar Nederland te verhuizen vanuit New York. Ondanks dat ik hier nog een aantal maanden in... Stop met dingen gooien. Ik moet alles opruimen hier. Ondanks dat ik hier nog een aantal maanden kon zijn, zie ik er nu al tegenop om naar huis te gaan. Succes met de video's, ik ben groot fan. Liefst. Auw! Lachen, jongen. Vooral omdat ik voor de eerste maar even raak gooi. Dat is precies wat ik wou zeggen, dat is nog nooit gelukt. Succes met de video's, ik ben groot fan. Liefst Annemieke.
Groetjes uit Greymouth, Nieuw-Zeeland. Hoe was het om terug te reizen van Nederland naar New York? Ja, hierom met een vliegtuig. Ik weet niet of ze dat bedoelt, Max. Oh. Voor mij voelde het best wel die tijd in New York alsof dat een soort van droom was of zo. Alsof het misschien niet eens echt gebeurd is. Het heeft mijn leven wel verrijkt. Maar het voelt ook wel heel... Ontastbaar. Ja, ja, ben ik wel met je eens. Ben ik wel met je eens. Oh, trouwens, ik heb nog iets ontdekt hier op die telefoon. Ja! Wat gebeurt er dan nu? Nou, nu ben jij aan die kant. Kijk. La la la. Wee! Nu ben ik hier. En nu ben ik daar. Het werkt niet. Oh, daar ben ik weer. Hey. Okay. Goed. Super. Anyways. Dat was hem voor deze keer, jongens. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden op deze manier met de nieuwe Nokia 8 met de dubbele camera. En... Dat was ook wel, was voor mij een nieuwe manier om mezelf misselijk te eten tijdens een video. Ja, precies. Ja. Het is voor mij prettig dat ik natuurlijk niet de hele tijd naast Max hoef te zitten. Tot de volgende keer. Tot de volgende week. Doei. Ik heb een vet groot hoofd. Kijk.